Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Binnenkort gaat de Aldi weer vuurwerk verkopen. Wat ze dit jaar gaan verkopen lijkt heel erg teleurstellend te zijn. Ze gaan heel weinig verkopen. Zo is de site al bekend. Zal ik ook even in beeld nu brengen wat ze gaan hebben. Alleen, het lijkt erop dat ze de fonteinen niet meer gaan hebben. En andere pakketten ook niet meer. Geen grombloemen meer, geen luchthuilers meer. Enkel knetterlinten, bonbonnetjes, knetterkogels, nitro's en knetterrotjes. Oké, jongens, inmiddels heeft de Aldi twee nieuwe producten toegevoegd op hun website die ze aanstaande zaterdag gaan verkopen. Dat is onder andere het vuurwerk mixpakket. Er zitten onder andere grondhuilers in, knalerten en flitsers. En wat ze ook hebben toegevoegd is het vuurwerk meterpakket. 13 euro en er zitten heel veel fonteinen in, dus die gaan we ook zeker halen. Dat is dus het enige wat ze dit jaar gaan hebben. Alleen het enige wat dus wel meevalt is dat de prijzen niet duurder zijn geworden. Dat hebben we wel laatst bij de Lidl kunnen zien. Die prijzen zijn flink duurder geworden, 5 euro voor een pakje. Want wij hebben hier een pakje nog van de Lidl ook erbij om met jullie te vergelijken. Want hier hebben we de ratellinten van vorig jaar. De 2020 badge. Dus dit zijn de goede ratellinten, een pakje. Dus niet die van vorig jaar, deze waren goed. Alleen wat wij dus recent bij de Lidl aantroffen qua knetterlinten, moeten we nog maar even zien of deze beter zijn dan deze. Daarnaast wat we ook hebben, zijn de knetterkinks, nog met plastic. Oftewel, deze komen uit 2019? 18 man. 18. Volgens mij, ja. Hier, 2018, zoals jullie kunnen zien. Ziek hoor. Dus die gaan we ook even aansteken. En de bonbonnetjes hebben we ook. Dit is eigenlijk het enige wat we nog hebben van de Aldi. En ik dacht van, weet je wat, we gaan het gewoon even voor jullie opstoken. En wat informatie geven over wanneer ze gaan verkopen, want dat hoort jullie ook vragen. Ze gaan dus verkopen vanaf zaterdag 17 december. Vorig jaar was het echt niet normaal druk. Er stond een rij in Delft van hier tot Tokio. Dus, zo, dat is dan wel heel ver. Laten we maar beginnen met een bonbonnetje. Oftewel een knetterrotje in een vlinder omhulzing. Bonbonnetje. Hey, die zijn goed. Zijn maar nice. Nog niet het spektakel wat we bij de Lidl kregen, maar... Zo hoort kat één te zijn. Zo. Nice. Dat klopt. Zo, die hebben we ook lang niet meer gezien, hè? Ja, dit zijn geen slechte producten, man. Heerlijk, heerlijk. Hebben we deze ook nog? De Knetter Kinks. Van vier... Zo. Van 4 jaar geleden. Hij gaat erbij fluiten, gek. Hoe zijn deze? We hebben 4 jaar kunnen drogen, gek. Zo. Hey, ja. De knetters zijn slecht. Dat was niet eens knetter, maar... We hebben de ratellinten. Even kijken wat het verschil is. Want deze waren echt heel goed. Zo, dus de Aldi. Zo. Niks te klagen, gek. Zo. Eerlijk. En dan gaan we nu de Lidl doen. En dan mogen jullie in de comments schrijven welke jullie het hardst vinden. Aldi. Ik vind die van de Aldi de beste, man. Jij? De eerste? Ja, man. Die gaat sneller. Ja, die ging in de... Maar deze gaat dan weer langer door, dus... Ja, het is maar net waar je fan van bent, denk ik. Dat was de Lidl. Aldi, sorry. Moet je kijken hoe snel deze gaat. Dat is een heel happy dan. Ja, dat is Aldi. Moet je kijken hoe snel. Dat is de Aldi. Niet normaal, hè? Nou. Maar zo zie je maar dat het categorie 1 vuurwerk van een paar jaar geleden zoveel beter was dan wat we nu kunnen kopen. Alleen bij de Lidl was het natuurlijk wel goed.
Alleen ik had toch een paar mensen in de comments zien schreven dat bij de Lidl ook slecht was, hè? Het ligt denk ik ook heel erg aan de badge. Aan de badge die je krijgt, ja. We hadden natuurlijk ook... één of twee jaar geleden hadden we die goede badge nog bij bepaalde Aldi's. Ja. Ah, dus dat was echt even zoeken. Zo, maat. Die zijn echt... Die, gast, die geel is echt abnormaal. Ja, maar het is net... Maar van dit kat 1 heb je dus gewoon piep in je oren, weet je? Een piepje. Ja, jongens, het is dus zo dat de 17e zaterdag gaat dus de Aldi verkopen. Ik weet bijna zeker dat het gigantisch druk gaat worden in de Aldi bij jou in de regio. Moet wel. Alleen, ik zeg heel eerlijk, hetgene waar ik altijd voor bij de Aldi kwam, waren toch wel die fonteinenpakketten van rond de 10 euro. Die waren echt heel goed. En die lijken er dus niet te komen dit jaar. Of ze komen ze krijgen ze later in het jaar, kan ook. Zou wel zonde zijn. Waren wel echt heel nice. Oh, is dat van de Aldi? Lidl, man. Oh. Voor dit jaar. Oké. Okay. Hey, wat moet dat? Nou, dat laatste, jongens, was dus de Lidl. Zit dus trager lont in of zo, denk ik. En datgene wat heel snel ging, dat was dus de Aldi. Hoe bizar is dat? Nou, Mies maakt even een vakkundig heksenkringetje. Daar gaan ze nog. Zijn het de goeie? Nee. Nee, dit is de Lidl, man. Ja, ik weet wat je gaat zeggen. Ratelband die we vroeger hadden, is er toch niks bij? Nederlandse begrippen, ja. Klopt. Laat die nog even aansteken. Gaat er bijna met zijn hoofd bij staan. Ben benieuwd. De Aldi gaat dus binnenkort vuurwerk verkopen. 17 december op een zaterdag. Dus waarschijnlijk hebben ze het dan al op de vrijdagavond in de schappen. Zou ik kijken als ik jullie was. Alleen dan weet ik wel dat de afgelopen jaren... waren wel dat de winkels best streng waren. We hadden geluk met de Lidl bij ons in de regio dat wij daar langs konden komen omdat er iemand werkte die onze video's keek. Maar normaal gesproken geven ze dus echt nooit vuurwerk mee voor de zaterdag dat ze gaan verkopen. Dat verwacht ik dus ook echt van de Aldi. Vorig jaar veel gezeik gehad. Je moet minimaal 14 jaar zijn bijvoorbeeld. Thanks in ieder geval voor het kijken. Laat even in de reacties achter of jullie naar de Aldi gaan, of jullie dat van plan zijn. Of dat jullie echt voor het kat 2 gaan, want ik kan begrijpen dat... Op de 17e van december ben je misschien wel meer bezig met het echte vuurwerk dan kat 1. Laat het even weten. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. En morgen om 4 uur, jongens, gewoon weer een video. Later.